Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van twr.be. Met dit programma nemen we u in zo'n vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Ik vind het tof dat u weer luistert. We zitten vandaag aan uitzending 615. We lazen de vorige keer onder andere in Psalm 32. Als de Heere kijkt, dan is dat niet oppervlakkig. Het gaat veel verder dan een vluchtige blik. Het blijft ook niet alleen bij kijken. Als de Heere iemand ziet, heeft dat meer de betekenis van omzien naar. De Heer Jezus is diep geraakt door de nood van mensen wanneer hij ze ziet. Hij is met ontferming over hun bewogen en neemt er de tijd voor om hun over God te vertellen. Zo zijn er verschillende voorbeelden waarin de Heere naar zijn volgelingen omkijkt: de discipelen die op het meer varen en zware tegenwind hebben. Jezus ziet hen vanaf de kant en komt naar hen toe. Vanaf het kruis, als hij zelf zwaar moet lijden, ziet hij Maria's verdriet en geeft hij Johannes de opdracht om voor haar te zorgen. De Heer ziet mensen staan, en tegelijkertijd ziet hij ook wat er in iemand omgaat. Als hij de Samaritaanse vrouw ontmoet, die vele mannen heeft gehad, dan ziet hij haar verdriet, haar diepste nood. En stap voor stap laat hij haar zien met wie ze spreekt, namelijk met de Zoon van God, die de nood van mensen kan oplossen. In Psalm 32 spreekt David over de leiding van God. Hij had gezondigd en hij zweeg daarover. Maar ook al wist geen mens ervan, de Heer had het wel gezien. God liet de moeite toe in Davids leven om hem op zijn zonde te wijzen, zodat hij die zou beleiden en opruimen. Dan komt er in ruimte voor lofprijzing. Vol vertrouwen zegt David dan dat de Heer hem ziet en de weg wijst die hij moet gaan. De Heer is betrokken. En hij laat zijn kinderen niet zomaar de verkeerde kant op gaan. Net als Psalmen 19, 25, 37, 111, 112, 119 en 145 is ook Psalm 34 een acrostichon. Dat is een gedicht waarvan meestal de eerste letters van elke zin of strofe achter elkaar ook iets vormen. In dit geval het Hebreeuwse alfabet. Zo'n acrostichon wordt ook wel een abecedarium of abc-gedicht genoemd. In de Nederlandse vertaling zijn deze acrostichons verloren gegaan. In de Herziende Statenvertaling wordt wel naar de acrostichon verwezen door de namen van de Hebreeuwse letters bij de tekst op te nemen. Ik ga ze niet voorlezen, maar de volgorde van Hebreeuwse letters is bij Psalm 34 onregelmatig, net als bij Psalm 25. De letter wauw ontbreekt, en aan het slot van beide psalmen komt nog een vers dat begint met de letter p. We mogen aannemen dat dit een bewuste keuze van de dichter is, waarvan de achtergrond voor ons niet altijd meer te achterhalen valt. Het gebruik van acrostichon laat zien dat de psalmen met zorg zijn geschreven en met aandacht voor detail. Vaak worden de alfabetische psalmen gerekend tot de wijsheidspsalmen, en ook inhoudelijk heeft Psalm 34 daar kenmerken van, met name in de tweede helft van het lied, waar het didactische element overheerst, in de versen 10 tot en met 23. Het eerste deel, de versen 2 tot en met 9, heeft een ander karakter en wordt vaak in verband gebracht met een dank of lofpsalm. psalm 34, vers 1. Een psalm van David, toen hij zijn gezicht had vertrokken bij Abimelech, die hem verdreef, zodat hij ervan doorging. Het opschrift boven de psalm wijst David als auteur aan en beschrijft ook de situatie waarop het lied betrekking heeft. Namelijk toen David zich als een waanzinnige voordeed bij Abimelech, de koning van de Filistijnse stadstaat, gat. In 1 Samuel 21 wordt deze koning Achis genoemd. Mogelijk was Abimelech, wat mijn vader is koning betekent, een ambtsnaam van Filistijnse koningen, zoals Farao dat was in Egypte. Abimelech joeg David weg, zodat hij veilig kon ontkomen. Voor David was het een zeer bedreigend moment. De Filistijnen herkenden hem als hun vijand, waardoor de doodstraf dreigde. In Psalm 56 getuigt David dat hij in deze levensbedreigende situatie op de Heer bleef vertrouwen. In psalm 34 blijkt dat het vertrouwen niet te vergeefs is geweest. De dichter beleidt dat de Heere hem heeft beschermd en dat zijn ontsnapping uit het gat niet te danken is aan zijn eigen listigheid, maar aan de Heere, die hem heeft verlost. Psalm 34, versen 2 tot en met 4 Ik zal de Heere te allen tijden loven, zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn. Mijn ziel zal zich beroemen in de Heere, de zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn. Maak de Heere met mij groot, laten wij tezamen zijn naam roemen. De psalm opent met een lofprijzing, zoals we die vaak in dankpsalmen vinden. De grote dankbaarheid van David blijkt uit zijn beleidenis, dat hij de Heere te allen tijden wil prijzen en onophoudelijk zijn lof in de mond wil nemen. Met alles wat in hem is, zal hij zich beroemen in de Heer. Allen die bij de Heere horen, zullen zich met David verblijden. David roept hen dan ook op om samen met hem de Heere groot te maken en zijn naam te verhogen. Psalm 34, versen 5 tot en met 9. Ik heb de Heere gezocht, en Hij heeft mij geantwoord en mij gered uit al wat ik vrees. Zij zagen naar Hem uit, ja stroomden op Hem aan, en hun gezicht werd niet rood van schaamte. Deze ellendige riep en de Heere hoorde. Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. De engel van de Heere legert zich rondom hen die hem vrezen, en red hen: Proef en zie dat de Heere goed is, welzalig de man die tot hem de toevlucht neemt. De uitbundige lofprijzing, waarmee het lied opende, heeft een concrete aanleiding. De Heere heeft David gered uit benauwdheid. In zijn ellende zocht David de Heer en God antwoordde hem door hem te verlossen uit al zijn angsten. Maar wat voor David gold, geldt voor iedereen die op de Heer vertrouwt. De Heer zal hen, net als David, redden uit hun nood. Zij zullen niet beschaamd worden. De Engel van de Heer staat bij en verlost hen die in God geloven. David sluit zijn getuigenis af met een oproep en een zaligspreking. Hij spoort de gemeenschap aan zelf aan den lijve te ondervinden dat de Heer goed is. Wie hieraan gehoor heeft, wie bij Hem schuilt, is een rijk gezegend mens. Psalm 34, versen 10 en 11. Vrees de Heer, U, Zijn heiligen, want wie Hem vrezen, hebben geen gebrek. Jonge leeuwen lijden armoede en honger, maar wie de Heer zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed. Het tweede deel van Psalm 34 heeft een onderwijzend karakter. De onderwijzing gaat over het leven in ontzag voor de Heer. Het begint met een oproep aan alle gelovigen. Dat wil zeggen, degenen die de Heeren zijn toegewijd en ontzag voor hem hebben. De oproep wordt gevolgd door een verzekering: Wie zo leeft, leidt nooit gebrek. Dat wordt verder onderstreept met het beeld van een leeuw. Ondanks hun kracht en jachtinstinct komen zelfs jonge, roofzuchtige leeuwen wel eens zonder prooi te zitten. Maar wie de Heeren zoeken, wie leeft in ontzag voor en vertrouwen op hem, zal het aan niets ontbreken. Bij God telt niet het recht van de sterkste, maar een leven in nederigheid en ontzag. Psalm 34, versen 12 tot en met 15. Kom, kinderen, luister naar mij. Ik zal jullie de vrezen des Heren leren. Wie is de man die vreugde vindt in het leven, die dagen lief heeft om het goede te zien? Behoed je tong voor het kwaad, en je lippen voor het spreken van het bedrog. Keer je af van het kwaad, en doe het goede. Zoek de vrede, en jaag die na. De onderwijzende toon wordt nog verder doorgezet. Als een wijsheidsleraar roept David zijn hoorders op naar hem te luisteren, zodat hij hen kan leren wat ontzag hebben voor de Heer inhoudt. Er volgen twee retorische vragen: vanuit de overtuiging dat ontzag voor de Heer leven brengt. Het veronderstelde antwoord op de vragen is: natuurlijk iedereen. Door zijn onderwijzing op deze manier in te leiden, betrekt David er zijn hoorders persoonlijk bij. De weg naar het leven en ontzag voor de Heer heeft direct te maken met je levenswandel, in het bijzonder met wat je zegt. Wie zich uitstrekt naar het leven moet zijn tong weerhouden van het kwaad en zijn lippen van leugens. Ook in Jacobus 3, vers 18 staat: En de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten. Psalm 34, versen 16 tot en met 23. De ogen van de Heren rusten op de rechtvaardigen. Zijn oren zijn gericht op hun hulpgeroep. Het aangezicht van de Heren is tegen hen die kwaad doen. Hij zal hun nagedachtenis van de aarde uitroeien. Zij roepen en de Heren hoort. Hij redt hen uit al hun benauwdheden. De Heere is nabij de gebrokenen van hart. Hij verlost de verbrijzelden van geest. De rechtvaardige heeft veel ellende. Maar uit dat alles redt de Heere hem. Hij bewaart al zijn beenderen. Niet één daarvan wordt gebroken. Het kwaad brengt de goddeloze de dood. Wie de rechtvaardige haten, worden schuldig verklaard. De Heere verlost de ziel van zijn dienaar. Allen die tot hem de toevlucht nemen, worden niet schuldig verklaard. In het laatste deel van de psalm wordt een contrast geschilderd. Enerzijds vinden we de gelovigen die de Heeren vrezen en op hem vertrouwen, wat blijkt uit hun manier van leven. Anderzijds worden de ongelovigen vermeld, zij die zich niet laten leiden door ontzag voor de Heeren. Centraal staan de zegeningen die de Heere geeft aan hen die leven in ontzag voor hem. Psalm 34 is een combinatie van een getuigenis en een onderwijzing. Het gaat over verlossing die de Heere geeft als zij die leven uit ontzag voor hem in nood verkeren. In Psalm 34 is de blik gericht op het aardse leven. Waarbij, zoals vaker in de psalmen, redding op één lijn staat met lijfsbehoud. Op andere Bijbelplaatsen wordt duidelijk dat bescherming en verlossing niet altijd inhouden dat iemands leven gespaard blijft. Toch mogen gelovigen verzekerd zijn dat zelfs als hun lichaam gedood wordt, hun leven nog steeds veilig is bij de Heer, die de zijnen vasthoudt, zelfs door de dood heen. Op verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament wordt psalm 34 aangehaald. In Johannes 19, vers 36 citeert Johannes vanuit het Oude Testament dat geen been van hem gebroken zal worden, wat vervuld werd doordat bij de kruising geen been van Jezus werd gebroken. We gaan verder met Psalm 35. Het is een individuele klaagpsalm waarin David zich beklaagt over vijanden die hem aanvallen en waarin hij de Heer om hulp smeekt. De aanvallers worden op verschillende manieren beschreven. In het eerste deel van de psalm overheersen militaire begrippen en wordt gesproken over vijanden die David naar het leven staan. In het tweede en derde deel gaat het om mensen die over David een vals getuigenis afleggen en zich verheugen nu onheil hem bedreigt. Psalm 35, versen 1 tot en met 3. Een psalm van David: Roep ter verantwoording, Heeren, wie mij ter verantwoording roepen. Bestrijd wie mij bestrijden. Grijp het kleine en het grote schild, sta op mij te hulp. Neem de speer in de hand, sluit de weg af. Houd mijn vervolgers tegen. Zeg tegen mijn ziel: Ik ben uw heil. De Psalm opent abrupt met een noodkreet, gericht tot de Heere. David vraagt de Heer te bevechten wie Hem bevechten en voor Hem te antwoorden. Psalm 35: versen 4 tot en met 10. Laat beschaamd en te schande worden wie mij naar het leven staan. Laat terugwijken en rood van schaamte worden wie kwaad tegen mij bedenken. Laat hen worden als kaf voor de wind wanneer de engel van de Heere hen wegdrijft. Laat hun weg duister en spiegelglad zijn, wanneer de engel van de Heer hen vervolgt. Want zonder reden verborgen zij een kuil, hun net, voor mij. Zonder reden groeven zij een kuil voor mijn ziel. Laat verwoesting over hem komen, zonder dat hij het merkt. Laat zijn net, dat hij heimelijk spande, hem zelf vangen. Laat hem daarin vallen, met verwoesting. Dan zal mijn ziel, zeggen de Heere verheugen. Zij zal vrolijk zijn, en zijn heil. Al mijn beenderen zullen zeggen, Heere, wie is aan u gelijk? U redt de ellendige van wie sterker is dan hij, en de ellendige en arme van wie hem berooft. Nu David de hulp van de Heer heeft ingeroepen, richt hij de blik op de vijanden en het lot dat hij voor hen in gedachten heeft. David wenst zijn belagers toe wat zij voor hem in gedachten hadden. Over zichzelf zag David dat hij zal jubelen in de God van zijn verlossing. Alles in hem juicht het uit. Psalm 35, versen 11 tot en met 16: Misdadige getuigen staan tegen mij op. Zij eisen iets van mij waarvan ik niet weet. Zij vergelden mij kwaad voor goed. Zij willen mij van het leven beroven. Maar ik? Waren zij ziek, dan was een rouwgewaad mijn kleding. Ik kwaalde mijzelf door te vasten. Mijn gebed kwam telkens terug in mijn binnenste. Alsof het mijn vriend was. Of mijn broeder. Zo liep ik steeds rond. Ik ging gebukt, in het zwart gehuld. Als iemand die om zijn moeder treurt. Maar toen ik strompelde, waren zij verblijd en verzamelden zich. Zij verzamelden zich om mij heen. Zij waren kreupel en ik merkte het niet. Zij scheurden hun kleren en zwegen niet. En hun eigen kring van huiggelachtige spotters knarste tanden zij over mij. In het tweede deel van de psalm overheerst een lange klacht over de belagers. De vijanden worden geschetst als leugenachtige getuigen die tegen David opstaan en die hem ondervragen over dingen waarvan hij niets afweet. Zij vergelden goed met kwaad en beroven hem van ieder die hem bijstond. Psalm 35, versen 17 en 18. Heren, hoe lang zult u toekijken? Verlos mijn ziel van hun verwoestende daden, mijn eenzame ziel van de jonge leven. Dan zal ik u loven in de grote gemeente. Onder machtig veel volk zal ik u prijzen. Na de lange klacht spreekt David opnieuw direct God aan. Hoe lang zal hij het nog aanzien? Psalm 35, vers 19. Laat over mij zich niet verblijden wie om valse redenen mijn vijand zijn, en laat niet heimelijk knipogen wie mij zonder reden haten. In het Nieuwe Testament wordt deze zinsnede geciteerd met betrekking tot hen die Jezus werken gezien hebben, maar hem desondanks afwijzen. Psalm 35, versen 20 tot en met 28. Want over vrede spreken zij niet, maar tegen de stillen in den landen bedenken zij bedrieglijke zaken. Zij sperren hun mond wijd open tegen mij. Zij zeggen: Haha, ons oog heeft het gezien. U hebt het gezien, heren, zwijg niet. Heren, blijf niet ver van mij. Ontwaken en word wakker om mijn recht te doen. Mijn God en Heere, om mijn rechtszaak te voeren. Doe mij recht naar uw gerechtigheid, Heere, mijn God. Laat hen zich over mij niet verblijden. Laat hen niet zeggen in hun hart: Aha, wij hebben onze zin. Laat hen niet zeggen: Wij hebben hem verslonden. Laat beschaamd en tezamen rood van schaamte worden wie zich over mijn onheil verblijden. Laat met schaamte en schande bekleed worden wie zich tegen mij verheffen. Laat vrolijk zingen en verblijd zijn wie vreugde vinden in mijn gerechtigheid. Laat hen voortdurend zeggen. De Heer is groot, hij vindt vreugde in de vrede van zijn dienaar. Dan zal mijn tong uw gerechtigheid tot uiting brengen, uw lof de hele dag. In het derde en laatste deel van Psalm 35 spreekt David geen verwensingen meer over zijn vijanden uit, maar heeft hij het over hoe zij hem behandelden. Laten zij ophouden leugens te vertellen. Hun woorden zijn geen woorden van vrede, want zij maken slechte plannen gericht tegen hen die in rust en stilte leven. Spot en schande gelden in het oude nabije oosten als ernstige vernederingen, die iemand niet alleen tot in het diepst van zijn wezen raken, maar hem ook nog eens buiten de maatschappij plaatsen. Niet alleen de vijanden hebben het gezien, maar ook de Heer heeft gezien wat de vijanden David hebben aangedaan. In sterke bewoordingen roept David de Heer op in beweging te komen en recht te spreken. David is niet bang voor Gods rechtvaardigheid. Integendeel, als de Heer zijn rechtvaardigheid toont, betekent dat verlossing voor de zijnen. David vervolgt zijn gebed met een contrast dat zijn eigen situatie in een breder perspectief plaatst. David hoopt dat al zijn vijanden te schande worden gemaakt. Hij wil dat alle mensen die verlangen naar zijn vrijspraak, zullen juichen en zich verheugen. David zelf zal dag in dag uitspreken over Gods rechtvaardigheid en hem loven en prijzen. In Psalm 35 klinkt Davids noodkreet op het moment dat hij in het nauw getreven is en vreest voor zijn leven. Hij roept de heren aan. Hij vraagt de heren voor hem te strijden. Hij smeekt hem op te treden als rechter, om het geschonden recht te herstellen en hem eer te geven. Daarmee geeft David woorden aan zijn besef dat hij alleen hulp kan verwachten van de heren. U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Het werk van Dr. McGee werd reeds in meer dan 100 talen bewerkt. Door de Bijbel is de Vlaamse versie. Meer info over Through the Bible en andere bewerkingen vindt u op www.ttb.org. Bovendien is bij de productie van het programma dankbaar gebruik gemaakt van de studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek. De studiebijbel online werd gebruikt voor research en wordt ook met toestemming regelmatig geciteerd. Meer informatie vindt u op www.studiebijbel.nl. Wij raden een abonnement op de Studiebijbel-app aan, als u nog dieper op de Bijbel wilt ingaan. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be. Verder kan u op onze site terecht www.tbr.be voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Courchement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.